Dag Erik. Hallo. Hoi. Je bent open. Ik ben open. Ja. Maar nog niet officieel, dat is zaterdag? Zaterdag is het officiële opening. Maar is dit vandaag de eerste dag dat je... Vandaag is de eerste dag. We gaan wel gewoon verkopen. En beginnen. En dan zaterdag maken we een klein feestje van. En dan hebben we de officiële opening. Ja, want het is nu het is gewoon helemaal aangekleed, toch? Het is helemaal af. Ja, ja, het is in principe helemaal af. Dus... Ja, en ik word hier blij van dat je denkt, want ik zie heel veel Zelda. Nou ja, ik heb heel veel uren Zelda gespeeld. Okay. Game of Thrones heb ik ook wel gekeken, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ik heb vorige keer al een klein beetje opgeschreven, maar een geek, wat is een geek? Ja goed, een geek is iemand die overal van dingen houdt die niet eigenlijk binnen het normale passen. Dus alles wat met fantasy, science fiction of dingen die niet werkelijk zijn bestaat. En dat is hetgeen wat wij verkopen. Ja, net als Star Wars en dat soort dingen, dat zijn allemaal wel enorm... Ja, er zijn miljarden mensen die het mooi vinden, toch? Ja, natuurlijk. Maar ook Harry Potter en heel veel Marvel. Is dit Chucky hier zo? Chucky, ja. Ja, daar zijn kinderen soms wel bang voor. Ja. Die kan, maar hij heeft wel lekkere snoepjes. We kopen ook gewoon kindvriendelijke dingen. Dus ook gewoon Walt Disney, Mickey Mouse t-shirts. Ja, precies. Het is niet alleen maar donker en duister. Maar dat is toch, ja, ik blijf ook een jongetje en ik zie hier, volgens mij is dat een lightsaber, of niet? Ja, dat klopt. Maar er zit geen batterij in. Helaas geen batterij in, die gaan we er binnenkort in doen. Ja, als je die nou zaterdag hebt, dan werkt er wel een demonstratie. Ja. En ik vind de shirts die je hebt hangen, vind ik ook heel gaaf. Is dat ook allemaal Marvel? En... Marvel, Rick and Morty, Doctor Who, natuurlijk. Harry Potter, heel veel Harry Potter. Ook de Hogwarts t-shirts. Als het goed is, binnenkort ook de Star Wars t-shirts. Dus oké. Okay. Ja, je bent een soort, je bent een franchise toch? Ja, het is een franchise. Dus jij kan gewoon afnemen bij de... Afnemen bij de organisatie. In principe kan ik afnemen wat ik wil. De vitrines zijn nu gevuld met van alles. Maar goed, ik ga dat nog een beetje aanvullen. Ik mis nog wel wat Star Wars items. Eigenlijk ik zelf ook heel erg fan ben van Star Wars. Daar ga ik nog wel wat aan doen. En de komende tijd gaan we nog wat aanvullen en proberen wat te groeien. Het enige wat ik had gedacht dat je ook een beetje aanvulling zou zijn voor de vertrokken spellenwinkel, maar heel veel bordspellen heb je niet heel veel, denk ik. Nog niet, maar ook daar wil ik nog wel wat aanvulling in. Wel een fantastisch mooi schaakbord heb je staan. Ik heb ook nog wat Monopoly-spellen te bestellen. Natuurlijk in de Harry Potter, Star Wars uitvoering, noem maar op. En wat is die hele wand? Zijn dat poppetjes? Ja, de Funko Pops. Nou, die zijn ook heel populair. Heel veel mensen verzamelen dit soort Funko Pops. Funko Pops? Funko Pops. Kijk, en die zijn er van alle plamages. Dus van Star Wars ook. Ook van Disney. Ook van televisieseries. Er staan zelfs wat voetballers tussen, geloof ik. Mensen die verkopen dit en verzamelen het. En ja, er is een hele markt voor. Ja, het is sowieso inderdaad ook voor veel verzamelaars. En is het, want verzamelaars, ik weet dat heel veel verzamelhobby's, die kosten ook heel veel geld. Ben je wel een beetje betaalbaar? Maar bijvoorbeeld een t-shirt, wat kost dat gemiddeld? Een t-shirt kost gewoon €20. Oh, dat is netjes. €25, dat is voor betaalbaar. De Funko Pops, €15. Dat is gewoon de normale prijs die je ergens anders ook zou betalen. Dus als je een beetje verjaardagsgeld hebt gehad als kind, dan kan je prima terecht. Zeker. Is zelfs een treintje. Cadeaubonnen, ja, de Hogwarts Express van Harry Potter. En jij bent een Middelburger? Ik ben Middelburger, dus, geboren getogen Middelburger al jaren. Ja, want ik ken jou nog van school, we schelen niet zo heel veel. Nee. Maar is dit wel de eerste keer dat jij een eigen winkel gaat doen? Ja. Ik kom eigenlijk uit de bouwmateriaal handelen. Ik heb jarenlang bij Logens en Vlissingen gewerkt. Oké. Okay. Maar goed, nu is dit iets voor mezelf, eigenlijk mijn eigen ding. Iets wat ik zelf leuk vind. Ja. Verkopen. Een soort droom die uitkomt. Ja, eigenlijk wel. Ja, het eigen winkeltje, ja, dat is gewoon iets wat ik heel graag wil. Ja, nou super. Dat heb ik nu. Nou, ik vind het echt een leuke aanwinst. En je bent alle dagen open, behalve de zondag? Ik ben alle dagen open, maar buiten het seizoen. Dus in de stille maanden op maandag gesloten. Maar normaal gesproken alle dagen open. En aanstaande zaterdag, dat is tot slot, dan heb je de officiële opening. 22 juni, dan doen we de officiële opening. En hopelijk komen er veel verklede mensen langs. Dus het is de bedoeling dat je ook, als je zelf een kostuum hebt, kom verkleed. Ben je van harte welkom. Ja hoor, en je kan je inschrijven. We doen zelfs een contest erbij. Dus, oh, echt waar? Ja hoor. Dus het is echt een feestje. De leukste verkleden, die krijgt nog een leuke aandenken. Dus, nou, dat is heel goed. Ja? Dat is van 10 tot 5. Van 10 tot 5, ja. Nou, uitstekend. Dank je hartelijk voor je toelichting. Ja. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En ik kom zaterdag ook nog heel even kijken. Ja. Oké. Dank je.